Al enkele dagen hebben personen in de samenleving te kennen gegeven dat zij de kanalen van de Surinaamse televisiestichting, de STVS, niet kunnen ontvangen op hun televisie. Volgens directeur Raoul Abisoina gaat het om een gedeeltelijke storing. De directeur geeft aan dat er wordt gewerkt aan het probleem. Het is niet alleen de technische dienst van de STVS die werkt aan het herstel van dit probleem, maar ook Telesur en de TAS werken hieraan mee. Het probleem van de ontvangst is bekend bij ons, vooral de mensen aan de Indira Gandhiweg. Die hebben de afgelopen dagen hun misnoegen geuit bij de STVS'ers, ook de directie. Maar het probleem is ook al bekend bij de autoriteiten. Wij hebben ons deel al gedaan, de rapportage is al gedaan aan de TAS. En zij zijn nu in charge om te werken naar een oplossing. Volgens de voorzitter van de Raad van Toezichthouders, Kendrick Cairo, is het meer dan duidelijk dat de samenleving niet zonder de STVS kan. Vandaar dat de storing meteen aangepakt wordt door de directie. De totale samenleving zal weer volop kunnen genieten van de kanalen van de STVS op landelijk niveau. Pis dat in een samenwerking met een telesuur, per technisch, een technisch solutie, een jobje van Mancheri. Maar na een jepje voor telesuur, en we moeten bedanken telesuur ook toe aan de man dat hij doet alle soort moeite in het verleden, STVS, want die storing bij de, maar de boy voor de man, voor ATV, na een ST, telesuur, de man met moeite trangen en dan bij de feestdag. En de man ook naar feestdag, de man longo, de man setatorie.